We staan hier op de dijk tussen Lent en Bemmel. Deze buurtschap heet de Pas. En hier kun je ook zien dat de rivier hier vroeger kort langs de dijk liep. Die dijk is de laatste jaren is die sterk verbeterd. Maar hier was het vooral in 1993 en in 1995 bij het hoogwater was het echt spannend. 1993 vooral. Dit was een van de zwakste punten die we hadden in de dijkring in ons gebied. En dan zie je dat die dijk met het hoge waterstand begint lek te raken. Het water begint eronder door te komen. Oh, kerst 1993 was een ramp voor ons. U kunt zich dat niet voorstellen. Het water stond tot aan de kruin van de dijk. Wij hebben toch geprobeerd er nog een behoorlijke kerst van te maken. Het waterschap, het polderstreek destijds, heeft constant patrouille gelopen over de dijk. En dat heeft toch wel een beetje rust gegeven. Maar u kunt zich voorstellen dat we echt niet rustig geslapen hebben. Nee. De situatie van toen was duidelijk anders dan anders. Van jongs af aan, kinds af aan, hebben we hier dus altijd gewoond. Dan hadden we dus regelmatig hoogwater, maar dit was zo extreem. En wij zagen toen in die jaren, toen wij zeg maar 10, 12 jaar waren, toen lezen hier zandzakken neer. Maar de situatie was nu zo ernstig, dat ook s'nachts werd gepatrouilleerd langs de woningen. Ja. Enfin, we zijn ontzettend blij geweest dat het polderdistrict dat de mensen ook allemaal gerust heeft gesteld. Dat was ook heel belangrijk natuurlijk voor de bewoners in dit dijkvak. Ja. En ja, allemaal goed afgelopen. Blij daarmee. Ja. Blij daarmee. Maar even voor het beeld, hè. We staan hier bovenop de dijk. Het water stond tot aan de kruin, hoor ik net. Uw huis ligt meters lager. Ja. Wat gebeurde er in uw huis, om uw huis heen, in uw tuin bijvoorbeeld? Ja, de tuin stond natuurlijk helemaal onder water, maar dat vonden we niet zo'n punt. Maar onder het huis stond water. Achteraf bleek dat de vloer iets was opgelicht van de woning. Door de enorme druk van de kwel drukte hij de vloer iets omhoog. Dat is, we hebben s'nachts heel slecht geslapen. Ja. Ondanks dat wat voelt u in uw huis als de vloer omhoog komt? Ja, we zagen dat eigenlijk pas later. Een ochtend stond ik op en toen liep ik naar het bedrijf, toen de kassen. En toen belde mijn vrouw naar de kassen en zei: moet je eens komen kijken, want er staat water. De hele vloer is nat. Ja. Nou, toen heb ik de heer De Vriezen gebeld van de polder en die is weer eens kijken. Die hebben toen pompen aangelegd onder het huis om dat water weg te krijgen. En alle medewerking verleend en de gevolgen daarvan zijn allemaal keurig opgelost. Dat moet gezegd worden. Dat is allemaal prima gegaan. Ja, mooi. Maar wel, nogmaals, heel erg beangstigend. Wij konden in huis de golfslag horen. Zo. We beukten hier tegen deze kant van de dijk aan. Oh. En wat ik al eerder zeg, we hebben echt heel slecht geslapen. Ja. Ja, ja. Gelukkig is het in 1993 goed gegaan. En dat is toch wel een geluk bij een ongeluk geweest. We hebben de dijk in 1994 sterk verbeterd. Zodat in 1995, toen echt een hoogwater kwam, toen was de dijk hier gelukkig al behoorlijk op orde. En dus in ieder geval was het hier niet meer zo spannend dat hij echt zou kunnen doorbreken. Toen die dijkverzwaring in beeld kwam, heb ik toch ook wat kritische kantelingen gehad. Dat ik bang was dat de natuur, hier de strang in dit geval, toch wel wat in moest leveren, kwaliteit. Ja. Maar ze hebben het fantastisch gedaan en het is nog veel fraaier geworden dan dat het ooit is geweest. En dat is natuurlijk een geweldig compliment naar die mensen die dat zo ingetekend hebben en uiteindelijk hebben gerealiseerd. Ja. Zullen we eventjes teruggaan in de historie? Want het is wel vaker spannend geweest in deze regio. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, in het hele gebied van Betuwe zijn honderden keren is de dijk doorgebroken. Vroeger waren die dijken natuurlijk veel kleiner. En de gevolgen waren dan ook iets minder. Maar hier is een dorpje geweest dat heette Doornik. Dat is uiteindelijk door de rivier verzwolgen. De boerderij Doornik heeft die naam nog, maar het hele dorpje is dus in de rivier terechtgekomen. Dat is bijna niet te geloven. Dat is wel heel iets aparts, dat die zomaar verdwijnt. Ja, maar dat is natuurlijk die rivier. Die was niet vastgelegd door kribben of wat dan ook. En bij al die overstromingen zijn dus heel dijken weggespoeld. En zijn ook echt, laten we zeggen, de rivier heeft een andere loop gekregen. Toen was er al een dijkenstelsel ontstaan. Ja, ja. Heel erg verder terug in historie, ja, was dat er niet eens? Ongeveer in de 13e eeuw zijn we met de bedijking begonnen. Denk maar even, daarvoor was de rivier echt, laten we zeggen, ongereguleerd. In de Romeinse tijd liep het langs Elst.
En die dijk, die rivier heeft dus verlegd in de loop der jaren. Maar in de 13e eeuw zijn we begonnen met bedijking. Toen werd ook kwamen er meer mensen wonen. Was ook de bescherming van de landbouwproductie werd belangrijker. En toen is eigenlijk de eerste dijk ontstaan. En nu gaan we weer eventjes terug naar de gevaren van deze dijken. Want het geeft ons natuurlijk een soort van veiligheid, maar bij hoogwaterstanden zijn er ook dijken doorgebroken. Wat is bijvoorbeeld in deze regio een hele nare ervaring geweest? Ja, de meeste dijkdoorbraken zijn vooral gekomen in de periodes. Je hebt natuurlijk klimaatveranderingen. Dan moet je vooral denken aan de 18e eeuw. Ook rond 1880 zijn er een aantal dijkdoorbraken geweest. Toen is ook hier het dorpje Doornik verdwenen. En zeg maar in 1926 is eigenlijk de situatie geweest dat het deze vorige eeuw de meest dramatische situatie geweest is. Gelukkig is toen over Betuwe en de hele Betuwe gespaard gebleven. Maar Bommelerwaard en een hele andere gebieden van Zuid-Holland, die zijn toen onder water gegaan. Het waterschap, hoe werkt het precies? Ja, het is een democratisch gestalte, het waterschap. Het waterschap heeft dus een algemeen bestuur, bestaat uit 30 personen. En uit het algemeen bestuur heb je weer 6 dagelijks bestuursleden, die dus de dagelijkse functie opteren. We hebben een dijkgraaf, die is dus hoofd van het bestuur. Mm-hmm. Die is gekozen door de provincie. Oh, ja. En die is dus al geruime tijd bij ons werkzaam, dat is de heer Kok. Ja. En daarnaast hebben we dus gewoon een organisatie, het waterschap heeft een organisatie op dit moment van 650 personen, waar dus een tweedeling zit. Dus we hebben 2 directeuren die dus de zaak leiden en een secretaris-directeur die dus de algemene leiding heeft. Dat is eigenlijk kort samengevat een beetje het waterschap Rivierenland. En uw functie is heemraad? Ja, heemraad is een mooi woord. Een hoop mensen snappen dat niet, dat begrijp ik ook goed. Heemraad is eigenlijk een soort wethouder van het waterschap Rivierenland. Ja. Nou, even naar de taak van het waterschap. Ja. Wat houdt het precies in? We hebben 4 verschillende taken. We hebben de waterkwantiteit. Ja. Dat betekent dus dat dus, het water wat dus stroomt door het gebied heen, dus dan noemen we dat de sloten, dat beheren wij in zijn geheel. De riolering, dus alles wat door de huishoudens en bedrijven wordt geproduceerd in het grote gebied, wordt door ons ontnomen en gezuiverd. Mm-hmm. Op een goede manier. En ook een hele belangrijke taak is natuurlijk de veiligheid. Ja. Dus dat betekent dat we te maken hebben in ons gebied met 3 rivieren. Dat is de Maas. En, u kunt het hier mooi zien, de Maas. We hebben de Waal, we hebben de Linge en we hebben de Neerderrijn. Ja. Feitelijk hebben we 4 rivieren. Ja. En dan moeten wij de veiligheid kunnen garanderen. Kijk, de Overbetuwe ligt natuurlijk tussen die dijken. Daar ligt ook nog een behoorlijke rivier, de Linge. Wat is precies de functie van die Linge? Ja, de Linge is dus ook een rivier die dus de afvoer van water moet realiseren, wat dus vanuit het Duitse, vanuit de Rijn komt. Ja. Alleen de Linge is dus niet zo'n grote rivier als de Waal en de Neder-Rijn. Dat is een vertakking eigenlijk van vroeger uit, van die 2 rivieren. Ja. Die is in stand gebleven. Die heeft ook zijn functie, ook zijn toeristische functie, ook zijn streekfunctie. En de Linge speelt daar wel een rol in. Stel dat de Linge dus morgen komt te vervallen, dan moet je zo zien, dan krijgt de Waal en de Neder-Rijn meer druk. Meer water. Meer water. Te af te voeren, en ik denk ook dat het een landschapselement in het mooie Betuwe niet gemist kan worden. Dan zullen we even inzoomen op het gebied dat voor ons belangrijk is. Interessant. Wij komen uit Overbetuwe. Dus dat begint hier bij Bemmel. Mm-hmm. Wij hebben al een aantal mensen gesproken dat er dus een heel spannend plekje is bij die dijk, bij de rivier de Waal. Ja. Het heeft er wel eens om gespannen, hè? Dat daar het water er doorheen zou breken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar als het wel gaat gebeuren, hoe gaat dat eruit zien in de Overbetuwe? Ja, kijk, dat is natuurlijk een proces. Het gebeurt niet van vandaag of morgen. Het is natuurlijk er staat een tijdslimiet tussen. Ja. Dus wij hebben bij ons waterschap hebben we dus een soort alarmsysteem zitten. Dat betekent eigenlijk dat een bepaalde waterhoogte bij Lobit, daar wordt eigenlijk alles op gesignaleerd. Ja. Dat we dan in dit huis in ieder geval een bepaalde fasering in gaan voeren. Dus dat betekent dat we bij elke waterstand hebben een soort opschaling.
Dus dat betekent dat we dus heel alert zijn. Ja. Bij een bepaalde fasering wordt er dus dijkbewaking ingesteld. Nou, mocht het nog verder gaan, dan gaan we gewoon ook mensen verzoeken om te gaan evacueren. Oh. We weten met z'n allen, dat hebben we een keertje meegemaakt in 1995. Ja. Nou, ja. Ik heb dat zelf ook persoonlijk meegemaakt. Ik woon zelf in het land van Maaswaal. Ja. Dus dit is het gebied onder de Betuwe. Ja. En dat was dus een hele ervaring. Dat doe je niet zomaar. Nee. Dus voordat het zover is, proberen wij toch de veiligheid op een hoger niveau te tillen. Dat het in ieder geval niet meer voor hoeft te komen dat we dus moeten evacueren. Ja. En daar zijn we dus elke dag mee bezig. Ja. Om het niveau van onze dijken, onze keringen, te verhogen, te verbreden, te stabiliseren. Nou, u had het even over die dijkbewaking. Hè? U zegt van, nou, er komt een bepaald moment, de waterstand wordt hoog. Hoe ziet dat eruit letterlijk? Lopen er mensen heen en weer van het waterschap? Ja, dat is nog steeds fysiek, is dat nog steeds zichtbaar. Ja. We hebben allerlei technieken, dag van vandaag, om alles te controleren. Maar een mens is wat dat betreft een wonderlijk wezen. Ja. Die kan alles zien en alles voelen. Ja. En die heeft dus een wijde blik. Dus wij doen dat gewoon. We hebben daar een heel nieuw team voor opgezet, met vrijwilligers in het gebied zelf, maar ook mensen die dus hier werken. Eigenlijk ook een beetje zoals het vroeger was. Ja, daar kun je het maar mee vergelijken. Ja, en ik denk dat het ook heel, heel belangrijk is dat je die mensen, de beleving ook van de mensen meeneemt in het gebied. En dat je dus ook die waarborg hebt als waterschap van oké, we hebben een bewakingsteam. Ja. Ter illustratie, er zijn 400 vrijwilligers in het hele gebied. Die dus als het hele gebied in nood komt, feitelijk werkzaam zijn. Maar goed, we gaan ervan uit dat het altijd een gedeelte van het gebied zal zijn. Ja. In eerste instantie. Nou goed, we gaan eventjes terug naar, dat is toch wel heel spannend voor ons om te weten. Hè? Stel dat die dijk wel doorbreekt, hoe loopt de Betuwe dan vol? Zoals we met z'n allen weten, het oosten van het land is het hoogste gedeelte van ons gebied. Ja. Maar ook van het waterschap Rivierenland. En je kent de wet van communicerende vaten. Ja. Als het een bemmel doorbreekt, dan zal het gebied langzaam vol raken. Steeds verder vol raken. Tot een bepaalde hoogte. We hebben ook nog een compartimenteringsdijk liggen, waar dus het water even in stilstand wordt gebracht. Maar in de praktijk komt het eigenlijk op neer, als het dus een hooggelegene dijk doorbreekt, dat het hele gebied op een rustige manier volstroomt. Ja, maar dan bent u op tijd erbij om mensen te waarschuwen. Ja, we zullen in eerste instantie alles proberen te voorkomen dat het gebeurt. Ja. Maar goed, je kunt nooit voor 100% garantie geven. Nee. Ter illustratie, we zitten nu op een niveau van 1 op de 1250 jaar. Ja. Dus dat betekent dat er een kans van een dijkdoorbraak is. 1 is op de 1250 jaar. Ja. Daar is de normering waar wij dus mee te maken hebben op gebaseerd. Ja, het kan dus een keer gebeuren in de 1250 jaar. Ja. Ja. Voordat het zover is, proberen we dus alles in het werk te zetten om het te voorkomen. Maar mocht het gebeuren, dan loopt inderdaad het hele gebied vol. Ja. En nou zullen we even concentreren op het centrum een beetje van over Betuwe Elst. Ja. Hoe hoog zou het water daar staan? Ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijkheidsfactor. Je kunt het op dat moment, als het dus het water in de Waal, want je hebt dan feitelijk met de Waal te maken, die dus doorbreekt. Dan heb je het mee te maken met de hoogte van de Waal. Stel dat de Waal op dat moment 18 meter boven NAP is, in dit gedeelte. En Elst zit op 9 meter NAP. Dan moet je niet denken dat het dan 9 meter onder water stroomt, want het water stroomt ook weg. Ja. Maar op dat moment kunnen wij precies berekenen, in Elst bijvoorbeeld, hoe hoog het water komt te staan bij eventueel een dijkdoorbraak. En dat heeft u wel eens berekend? Kunt u er iets over zeggen? Dat kunnen wij zo berekenen. Als wij zeggen, nou, de waterstand van de Waal is 18 meter, ik noem maar een voorbeeld, en in Elst is het 9 meter boven NAP, dan zou het kunnen zijn dat er in Elst 2 of 3 meter water komt te staan. Maar ook in Elst heb je dus een variatie in het gebied. Ja. De oude kern die zit meestal op een terp. Ja. Dus die hebben we bescherming. Kijk maar naar de kerken, die hebben ook vaak op een hoger gebied. Ja. Ik praat uit ervaring. In de 95 was ook alles berekend. Ja. Nou, er waren gebieden bij in het land van Maaswaal bijvoorbeeld die 6, 7 meter onder water zouden lopen. Maar er waren ook gebieden bij waar dorpen gelegen zijn, waar het maar 2 of 1 meter onder water kwam. Ja, dat is een gegeven. Eigenlijk heb je daar niet veel aan, vind ik persoonlijk. Want goed, je moet eigenlijk al weg zijn. Je moet al weg zijn. Ja, ja. Even over de normering van de dijken nog. Mm-hmm. Dat wordt bepaald door de overheid en de provincie. Mm-hmm. Daarna is de invulling aan jullie, dus de dijkverhoging, hè, daar hebben we het over. Hoe gaan jullie aan de slag? Ja, nou, dat is nou een belangrijk punt. En daarom is het ook belangrijk dat dus ook het waterschap democratisch is gekozen. Want daar zit dus nog wat ruimte in. Mm-hmm. Van hoe ga je nu een dijk aanleggen? Ja.
Kijk, hij moet zeker op, qua sterkte, qua stabilisatie moet hij goed zijn. Hij moet voldoende hoogte hebben, ja. Hij moet voldoende breedte hebben. En daar zit dus net de crux. Je kunt een dijk aanleggen op een groene manier, mm-hmm. op een harde manier. Zeeland een mooi voorbeeld van. Ja. Die zijn toen aangelegd op een economische manier. Maar goed, achteraf gezien had het ook wat anders kunnen. Nou, en dat is nu net de invloed die het waterschap daarop kan hebben. Ja. Dus ook eigenlijk de invloed van de burgers in zijn algemeenheid. De burgers die kiezen ons. En wij hebben daar een bepaalde gezichtsveld over. Daarom gaan we ook inspraakrondes organiseren met de burgers in de omgeving. Mm-hmm. Met de verenigingen. Met alle organisaties die dus daarbij willen zijn. En daarom vinden we het ook belangrijk dat dus het waterschap daar een groot deel van de functie in heeft. Met name de keuze die we kunnen maken voor het aanleggen van een nieuwe dijk. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om een dijk te realiseren die onderhoudsvriendelijk wordt. Mm-hmm. Dus daar waar we dus minder vaak hoeven te maaien, waar we dus op een simpele manier de dijk kunnen onderhouden. Ja. Maar ook een belevingsdijk waar dus mensen kunnen fietsen of mensen kunnen beleven. Een soort uitkijkpost over het gebied heen. Ja. Waar je dus ook zichten kenbaar maakt over de rivier. Ja. Nou, dat zijn de leuke dingen van het waterschap. De ruimte die het water krijgt in de rivier, samen met de dijkversterkingen, moeten ons land veilig maken. Tot hoever wordt er vooruit gekeken? Ja, wij kijken eigenlijk een 100 jaar vooruit. Dat willen we eigenlijk doen. Hè. 50 jaar zeg je van nou, daar wil je de maatregelen voor uitvoeren, tenminste 50 jaar vooruitkijkend. Maar je hebt daar nog een lange termijn. Dan zeggen we nou, voor 100 jaar willen we het wel een beetje in beeld hebben. Ja. Want als je een dijk bijvoorbeeld wil gaan versterken. En op lange termijn zou je hem juist willen gaan verleggen, omdat dat beter is. Ja, dan moet je je afvragen of dat je niet nu die verlegging moet worden uitgevoerd. Dus we hebben ook korte termijn maatregelen, hè, die zijn we nu aan het uitvoeren. En je hebt daarnaast lange termijn maatregelen. En dat zijn maatregelen die we op de plank hebben liggen. En als de waterstand verder stijgt, dan kunnen we die uitvoeren. Dus dat is hier op deze plaats bijvoorbeeld. Zou op een langere termijn in de uiterwaard nog van alles kunnen plaatsvinden. Maar hier staat op deze plaats toevallig. Is het ook zo dat de gedachte is om op lange termijn de dijk te verleggen. Ja. Dus de dijk, gewoon de hoofdwaterkering, gewoon een paar honderd meter naar binnen toe te verleggen. Ja. Zodat het hele winterbed van de rivier groter wordt. En dat, dat is winst. Ja. De ruimte voor de rivier. Ja. Daarvoor zijn ook een aantal maatregelen nodig. Kunt u er een aantal noemen? Ja, Ruimte voor de Rivier is een programma wat opgezet is na 1995. Hè. De waterstanden op de rivier blijven stijgen. Ja. Dus dat betekent dat er weer wat aan de dijken gedaan zou worden. Maar in plaats van aan de dijken wat te doen, kun je ook wat doen in het rivierbed. En er is er ingezet van jongens, laten we nou eerst eens in de rivier kijken wat er mogelijk is aan maatregelen. En daar is de laatste jaren een heel pakket van maatregelen voor opgezet. Een stuk of 40 maatregelen. En die worden op het ogenblik, zijn ze in de planvoorbereidingsfase en worden ze uitgevoerd. En één daarvan is bijvoorbeeld de kripverlaging, zoals hier. Ja, het gaat bij Ruimte voor Rivier. Niet om één maatregel. Nee. Je kan niet zeggen van nou hier ga ik dat doen en dan ben ik klaar voor deze rivier. Nee, overal langs de rivier moet je maatregelen treffen om te zorgen dat je die waterstand omlaag brengt. Ja. En anders breng je hem op één plaats omlaag, maar op de andere plaats gaat hij juist omhoog. Want als je het water hier sneller laat stromen, wordt het daar weer hoger. Dus je moet overal langs de rivier maatregelen treffen. En dat kan zijn, zoals hier de kripverlaging. Dat kunnen ook maatregelen zijn waarbij je uiterwaarden gaat verlagen, nevengeulen gaat graven. Noemen we dat. Hè? Dus dat is een geul langs de rivier heen door de uiterwaard. Waardoor het water daar te plaatsen meer mogelijkheden heeft om door te stromen. Ja. En dat zijn allemaal maatregelen die in de toekomst hier ook gaan plaatsvinden. Het is met hoogwater net als met de Elfstedentocht. Ja. Hij komt gegarandeerd weer een keer. Ja. Dus, maar mocht hij komen, mocht er hoge water komen, dan gaan we toch gerust slapen.